Hi, ik wil jullie even die DTF-hack laten zien. Ik ga het nu ook nieuw doen. Je hebt DTF-filmpapier voor nodig. Daar staat op printsite. Dus dat is de printsite. Ik heb verschillende gehad van Temu, van Amazon en ook van Temu. En ik ga nu de A3 printen. Maar daar heb ik niet, of daar zie je niet op, wat de bovenkant of de onderkant is. Dus daarvoor heb ik een filmpje gekeken wat er boven. Dit is zeg maar de A3 printer. DTF film. En je kan zien als je met een mesje over het velletje heen gaat. Dat je er, als je er overheen gaat. Dat er wat van afkomt. Dat houdt in dat het de print site is. Aan de andere kant laat ik het dan zien, dat is de niet-print-site. En dan zie je dat dat niet gebeurt, of heel erg weinig. Zo kun je dus zien wat de print-site is. Ik ga dit in de printer stoppen. Daarna laat ik jullie even wat andere dingetjes tussendoor zien. Dit velletje heb ik aan een ander 3 vastzitten. Met washi tape gebruik ik daarvoor. Dat is niet al te dik. Zonder A4 kopieervelletje of wat dan ook, lukt het niet om door de Sarquest te krijgen, want dan loopt het vast. Dus zorg dat je dit er aanplakt. Ik ga nu in mijn printer stoppen. Ik doe hem even iets open, dan gaat het wat makkelijker. Ja, hij ligt er goed in. Ik doe hem dicht. En dan ga ik de afbeelding printen. Zoals jullie weten bij Sarquest duurt het even. Ik ga kiezen voor polyester. En ik ga gewoon kiezen voor TruePix Classic. Zoals jullie weten duurt dat even. Ik heb ondertussen de pers voorverwarmd op 195 graden. Die ga ik sluiten een paar keer, want hij moet een minuut voorgewarmd worden. Dus een paar keer sluit ik hem open en dicht, want het printen duurt toch nog even. Dus nu ga ik even printen. Ondertussen ga ik de pers nog een paar keer open en dicht doen. Ik laat hier zien. Ik heb hier DTF poeder gehaald bij Creacrin. Ik had hem op Temu besteld. Wat eigenlijk in de DTF hack te zien is. Deze poeder. Even tussendoor. Maar die was erg lang onderweg. Ik kon niet wachten. Dus ik heb bij Creacrin heb ik andere DTF poeder besteld. Die ga ik nu ook gebruiken. Deze ga ik later mee aan de slag. Nu even niet. Daarnaast heb ik een velletje papier liggen. Waar ik straks met de DTF poeder op ga werken. Zodat mijn bureau niet vies wordt. Doe ik nog één keer. Dan heb ik ook een t-shirtje. Een katoenen t-shirtje van de Zeeman gewoon. Zoals je ziet is die lichtblauw. Dat is ook nieuw voor me. Want die ga ik doen. Terwijl die niet wit is. Terwijl er toch wit in de foto zit. Om gewoon te kijken wat het ervan wat er gemaakt wordt met de kleur lichtblauw. Inmiddels moet ik nog even op print klikken. Zoals jullie weten gaat dat met de Sarquest. Ja. Ik was hem gewoon vergeten door te zetten. Dus vandaar dat ik aan het zoeken was. Polyester, True Plastic. Ik kijk ook altijd even bij de layout. Hier staat A3 Super. Het is US Tabloid. Is het formaatje. Daardoor past die niet. Dan ga ik even naar de jobs om te kijken dat hij niet past. Dan ga ik hem even op 34 zetten.
En dan past die wel. Dus het wordt 34 bij 27 centimeter. Dan heb je terug naar layout. En dan ga ik op printen klikken. Nou, dit is de print. Op de DTR-film zie je dat het nattig is. Je ziet ook dat er een wit randje omheen zit. Dus spannend hoe dat er zo meteen uit gaat komen op een lichtblauw t-shirt. Want het kan best wel mooi zijn. Ik haal dit los zo snel mogelijk, omdat het nat is nog. En als het nat is, moet de DTR-poeder erop gestrooid worden. Zoals je ziet heb ik hier wat geknoeid, maar dat knip ik er zo af, zodat het niet op het t-shirt geperst wordt. Hoe zorg je dat het goed verdeeld wordt over het velletje, zodat het overal op komt te zitten. Normaal knoei ik niet zo, maar dat gaat nu op dit moment dus wel. Even goed kijken of alles goed meegenomen is. Ik schud het even in het potje zoveel mogelijk leeg. En op het bureau ruim ik het zo wel op. Even alle poeder eraf schudden. Zoveel mogelijk. En dan pak ik even een schaar. Want ik knip even dit stukje eraf. Waarvan ik denk dat het op mijn t-shirt kan zitten. Dit is, nu zie je heel goed de poederlaag zitten. Kun je iets dichterbij hebben? Je ziet nou heel goed de poederlaag zitten. Die moet gesmolten worden. En dat ga ik doen onder mijn pers. Dus ik leg hem onder mijn pers. Op mijn pers. Die heb ik voorgewarmd op 196 graden. Ongeveer een minuut lang. En hij pakt nog niet echt. Dus ik ga even de pers redelijk sluiten. Maar niet geheel. Kijk, zorg dat hij er niet op komt. Want als dat op je pers komt, dan is dat heel erg vervelend. Krijg je er bijna niet af. Het is mij nog niet overkomen. Maar iemand anders wel. Hij is nog niet helemaal gesmolten, zoals je ziet. Dus ik ga hem nog iets langer doen. Inmiddels is hij klaar. Zoals je ziet is hij mooi gesmolten. Dus dat kun je zien doordat het nu zo is. En dat alle poeder eigenlijk weg is. En dan ga ik op een t-shirt plaatsen. Ik heb de pers ondertussen naar 160 graden gezet. 195 graden is ook prima. Ik heb meerdere temperaturen getest. En het is niet zo heel belangrijk. Wel die 20 seconden. Het t-shirt is natuurlijk voorgeperst. Een paar seconden. En dan leg ik hem natuurlijk op de andere kant erop. He, dus hier, dit is de site waarop, kant waarop geprint is. En ik leg hem op deze manier erop. Ik doe er wat bakpapier over. Ik had het net met mijn print, met de printer naar, met de pers naar beneden duwen, had ik hier een kantje geraakt. Dat heb ik gewoon op hetzelfde moment, toen het nog 195 graden was, met gewoon een doekje af kunnen doen. Zonder dat het een probleem was. Dat was de eerste keer dat ik hem raakte. Maar één keer moet de eerste keer zijn. En nu ga ik hem 20 seconden persen. Nou, nu is hij klaar onder de pers. Het is een cold peel. Dus we moeten hem even af laten koelen. Zoals jullie zien heb ik trouwens de randjes afgeknipt. Dat hoeft normaal helemaal niet. Maar ik heb dat wel gedaan omdat er een
klein randje van de offset zeg maar omheen zat. En ik dacht, daar wordt het t-shirt alleen maar lelijker van. Dus ik laat hem even afkoelen. Hij is nu afgekoeld, dus ik haal hem er vanaf. En dit is de print. Het voelt een beetje, klein beetje rubberachtig, flexachtig aan, maar het is heel erg dun. Hier zit helemaal niks er tussendoor, dus daaraan zie je dus dat het dat dit wit zeg maar niet opneemt. Maar dat is dus het resultaat. Dankjewel voor het kijken. Ik wilde jullie nog even laten zien het verschil op wit of lichtblauw. Daar zie je duidelijk verschil in, dat het op wit natuurlijk veel mooier overkomt. Ik heb het al uitgeprobeerd op zwarte t-shirts met wit flex eronder van Polytape. Dat werkt ook prima en dat blijft ook tot nu toe nog prima in de was. Ik kan geen garantie opgeven dat het nog veel langer goed blijft natuurlijk. Als het nog meerdere keren wast. Maar tot zover is het een geslaagde hack.